Goedemorgen. We gaan heel veel familie naar de huisarts. Ze heeft een beetje last van haar oog, maar dat is de hele nacht, zeg maar. Zijn we ermee bezig geweest? Camille theetjes en zo. Waarom is die wazig? Anyway, dus we hebben Tess even afgeappt. We kunnen nu heel veel naar de huis. Ja, Kees krijgt dus heel vaak ontstoken oren en ogen en zo. En zij heeft dat dus nog geen één keer gehad. Maar blijkbaar is dat heel normaal. En het schijnt zelfs zo dat het dus bij Nederlandse kindjes heel veel gebruikt. Voorkomt. Jeetje, ik heb echt niet geslapen. Ik heb dat dus echt heel weinig gehad. Maar Gregor heeft dat ook heel veel gehad. Het is echt een soort ding dat iedereen krijgt ook buisjes en zo. En zij is natuurlijk half Nederlands. Dus ik was al bang voor. Zij gaat het ook hebben. Maar ze heeft dat nog niet gehad tot nu toe. Maar nu dus waarschijnlijk wel. Maar goed. Long story short. We gaan even niet sporten vandaag. Met haar naar de huisarts. Daarna naar de opvang. Dat moet al 6 verder. Ze voelt zich geen kort of zo. En ze voelt zich helemaal prima. Alleen ja. En dan zometeen misschien weer bij het tanken met slaap, want wat is slaap? Oké, we zijn met Miele even naar de dokter geweest. Oog een klein beetje ontstoken. Verder niks aan de hand, maar meer van buiten adem veel trap lopen. Ik kreeg op mijn Apple Watch dus net de melding dat ik zo enorm veel trap loop. Maar goed, die is alles oké. Dus die kan gewoon naar de opvang ook. Voelt zich eigenlijk helemaal goed. Maar ja, I don't know. Ik weet niet hoe dat is. Nederlander. Nee, ik ben ook Nederlander. Maar geboren Nederlands bloed. Ik ben de administratie aan het doen. Dus ik probeer via mijn Apple Watch met Siri iets om te rekenen. Maar het ging goed. Hey Siri. Wat is 8602? Hey Siri. Wat is 8602,41? Min? Dit heb ik op het web gevonden. Het is gewoon, je kan er gewoon niks mee. Als in, net deed hij het, maar toen ging ook het antwoord heel snel weg. Dus ik dacht, doe het nog een keer. Zet het gewoon in één keer achter elkaar nu. Oké. Oké, daar ga ik. Focus. Oké, wel wacht. Even alles erbij halen. Hey Siri. Wat is 8602,41 min 8097,72? Het is 504,69. Wat zei ik? 4,69, ja. Wat zei ik? 504,69. Tijd om de kleine te halen van de opvang. Marietje, die komt zo gezellig. Helemaal zin in. Wat eten jullie? Of zeg maar, wat eet jullie kind? Na een dag opvang. Bij hier is altijd een mysterie wat we nou doen. Dan hebben we hier bijvoorbeeld een warme maaltijd. Nou, dat wil ze dan niet. Het is te vol voor me. Ze krijgt het tussen de middag warm. Maar andere dagen wil ze weer eten. Die hele portie in één klap op. En nu wil ze komkommer. Nou, oké, dan doen we komkommer. Geen nog iets erna zo meteen. Mijn komkommer. Ik sta er niet komt voor in. Ja, maar die komt gewoon met homemade pepernoten. En één extra grote voor Gregor. Die, oh. Is lekker? Oh, dit is wel heel lekker. Ja, is die nog goed? Oké, gelukkig. Oh, het is nog warm. Ja? Oh, dat is zo goed. Jongens, flamey fries. Kijk, met goud. Ik ben zo excited. Oké, we gaan samen de docu kijken van Jomanda. Oh. Oké, aflevering. Oké, dus één. Oké, één aflevering. Oh, dat is een serie. I guess. Seizoen 1. Oh, 2. Dat is okay. Overzichtelijk. 10 minuten. Wat? Oh, dat is een preview van trailer. Nee, het is. Oh, het is een docu, maar dat is een trailer. Dat is gewoon niet goed geüpload, denk ik, toch? Nee. Denk je? 40 minuten, dat kan nooit. Ja. Nou, dan gaan we kijken. Video is echt alleen maar docu's aan het spijnen. Wie was Joke en hoe werd ze Jomanda? Niet, heten ze Joke. Oh, kijk. Oké, we gaan kijken. Oké, Marietje is naar huis. We hebben echt zo gezellig. We hebben dus die docu gekeken. Maar het is eigenlijk dus een serie. We hebben 1 aflevering gekeken. We zijn helemaal hooked. We hebben hele theorieën waar ze nu is en zo. I'm obsessed. Dus we moeten de volgende natuurlijk allemaal samen gaan kijken ook. Ik ga nu even de vlog van morgen editen. En dan gaan we lekker naar bed. Hey guys, ik heb echt steeds vaker zie ik dat mensen zeggen... Oh nee, YouTube heeft mijn video op 18 plus gezet, bla bla bla.
Ik heb dus standaard, ik heb handmatig al mijn video's, bij Los en Vlogklos, op 18 plus staan. En dat komt eigenlijk een beetje bij de, ja, vlogs ook, zodat ik zoiets had van, nou, het is in principe content voor volwassenen, weet je wel, soms komen er dingen voor, weet je wel, vooral beautyclos, dat is dan niet voor kinderen. Dus ik dacht, ja, als ik nou gewoon alles voor volwassenen zet, dan heb ik dat gedoe niet meer. Maar ik zit nu echt te denken van, is dat erg? Heb ik nu daardoor, mis ik daardoor heel veel of zo? Of is, I don't know. Ik zal dat eens vragen aan YouTube. Zo moet ik dat maar doen. Ik ga nu een appje sturen, want ik weet even niet, I don't know, of, ben ik stom aan het doen daarmee? Oké, guys. Ik ga vlog afsluiten. Ja. Wel rustig, bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye.